Een hele goede morgens. Goedemiddag. Nou, ik heb even de kudde meeuwen over laten komen met al dat gelach. Je zult misschien nog wel iets horen, maar... Nou, mijn mannetje kiest alvast een cd'tje uit, welke cd-map hij wil hebben voor in de auto. En we gaan nog even langs een, ja, zoals gewoonlijk, een kringloopwinkel. Ik ben wel vergeten gisteren bij de Action te halen en ik denk, nou, ik ga het wel bij de kringloop halen. Go recycle. De dames hebben een donderdag een paaslunch op school. En dan hebben ze weer plastic bestek en busje borden en dat soort dingen nodig. En bekers. En ik heb wel een hoop, maar ik heb niet meer een plastic kom en ook geen plastic beker meer in die manier. Dus zo, wat een meeuw, hé. Ja. Koele, zeggen ze. Koele. Ja, goed. Die gaan we even halen. Maar we hebben ook geen cd's, hè? Nee, we hebben geen cd's. Het zit vol. En mijn mannetje blijft naar cd's kijken. Omdat die cd-map, die altijd in de auto liggen, beu is. En toen hebben ze allemaal weer van zolder afgehaald. Dus dan liggen weer allemaal die mappen met cd's in de auto. Nou heeft hij keuzestress. Ja, ja, dat houdt erbij. Dat hoort erbij. Ze willen ook geen hardcore, maar ze willen ook geen Nederlandstalig. Dus nee. Moet je iets anders uitzoeken. 90's of zo, of old school. Ja, dat... Keuzesreuze. Goed, nou, in ieder geval... Dan gaan we nog even uitzoeken en dan gaan we richting de kringloop. Toedels! Zijn we thuis? De bank, man hangt op de bank ook, verklap al wat. Ja, nou, daar gingen we voor natuurlijk naar de kringloop. Deze waren 30 cent stuk. 30 cent. Dus die meiden hebben. De ene is wat donkerder, geliger dan. De been is een beetje wat transparanter. Maar ja, maakt niet uit. Zo trekken ze hem uit. Dus die hebben de meiden. En ik vond nog twee leuke bakkies. Want die zijn wat steviger. Die vorige van de Action, die waren zo. Ja, nee, die waren niet sterk genoeg. Deze zijn van de HEMA. En deze waren 30 cent. En deze was officieel geen 30 cent, maar 40 cent. Maar aangezien het van hetzelfde is, ook gewoon van de HEMA. Toen zei ze, oh, dan maken we er ook gewoon 30 cent van. Dus dat is mooi meegenomen. Dus voor de kids, voor de paasontbijt hebben we. Ja, bordjes hebben we. Dus dat hoef ik niet te kopen. Bestek hebben we ook gewoon. Dus, alleen ik had geen fatsoenlijke drinkbeker en dat soort dingen meer. Dat hadden we al zo lang en op een gegeven moment gaat het zo raar vormen omdat het dichtje door de water was. Plus dit is veel steviger. Dus dat hebben we gekocht. En toen was ik ineens hyped. Ja. Ik kwam bordjes tegen. Boerenbond. De Engelse boerenbond. Ja, ik heb al een grotere bordvariant en schaaltjes. Maar dit is een nog kleinere bordje. Boterhambordje. Een boterhambordje. Ja, de andere is een... Ja, ik wil niet echt dinerbord noemen, want het kan groter. Maar goed, die waren dus een euro stuk. Dus ik heb er vier, dus 4 euro. Kijk, dit is het merkje wat erachterop staat. Dit is... ja, hoe noem je dat? Shirley?
Cheryl, ja, iets. Engeland. Geen idee hoe je dat uitspreekt. In ieder geval, ik heb daar 4 bordjes van. Van in trant. Dus ik was helemaal happy. Dus gelijk gecontroleerd of ze heel waren. Ze waren heel geen chipjes of niks niet. Nee, maar ik kan ook haast niet, want die borden zijn ook goed sterk. Ik zal eens even die andere borden pakken trouwens. Kijk. Deze. En die. Kijk, het is... Ja, het scheelt niet veel hoor. Maar ze zijn kleiner. Kijk. Dus ik heb blij. En daarbij heb ik nou ook nog deze. Alleen daar heb ik er maar 2 van. Niet meer helaas. Ik begin nou langzaam aan de serviesje te creëren. Dat is leuk om het bij elkaar te verzamelen. Dus het wordt nou langzaam een serviesje. Dus een grote bord, boterhammenbord en een schaaltje. Dus langzaam vind ik mijn servies wel compleet. En dan daarvoor heb ik ook nog deze. Dus ook van zo'n soort lijn. Maar deze schaaltje is ook weer groter. Kijk, deze is ook weer groter. Hier. Dus ik weet dus dat deze ook nog in zo'n wat grotere maatje is. Leuk om dat bij elkaar te zoeken. Dus ik ben blij. Dus nu begin ik langzaam maar een setje te krijgen. Man, die ligt alweer met zijn ogen liggen op de bank. Dus... Die moet ik nog even schoonmaken, maar ik vond het wel even leuk om te laten zien. Dat ik nu ook zo'n setje heb. Even ruimte maken. Voor dit. Dus in principe heb ik voor 4 euro weer bordjes. Ik ben maar blij. Dat zijn best wel stevige borden. Dus goed vaatwas is bestendig. Want dat design die gaat er echt niet af. Dus de design die blijft er goed in het bordje zitten. Dus dat is mooi. Ik zit op een wiebelstoel. Die kraakt nogal. Ja. Nou, en toen heb ik nog een leuk setje voor de kleine gekocht. Misschien shows het, misschien ook niet. Dat moeten we even afwachten. Dan doe ik daarna wel een... Wacht, anders doe ik hier zo wel weer zo'n dingetje. En dan zet ik hem een piepje opzij zo. Kijk, dan komt er dan hier zo'n beeld in. Mocht ze willen hoor. Deze is 2,50. Dit is een leuk blouseje. Zo'n kan je knopen aan de onderkant. Er zit zo'n, ik zal hem even losmaken. Kijk, kan je knopen. En die is van de H&M. En dit is maatje eigenlijk best wel voor de wat grotere kinderen. Dit is 152, maar de jongste... Die kan, ik weet niet, ik kan dat dan gewoon als gewoon tot aan de onderkant van de navel gebruiken. En ja, mocht ze groter worden, dan wordt het op een gegeven moment gewoon een naveltopje. Maar ik vond hem wel, wel schattig voor haar. Duitse zou het ook al kunnen, maar die houdt niet zo van de navel bloot. Nee. En dan vond ik deze leuke bijpassende korte broekje wel leuk. Deze is helemaal roze. En die is van de... Van de Zeeman. En dit is een maatje 122. Ze zit een beetje 122, 128. Op dit moment. Even de broekspijpjes goed doen. Ik zie dat er één klein, frieterig klein stipje op zit. Maar ja, dat krijgen we dan misschien nog wel uitgewassen. Maar dus een heel leuk stoer roze broekje. Die kan je helemaal oprollen of niet. Ik vind dat niet. Vind ik veel leuker. Kijk. En dan vind ik wel leuk zo. En dan heb je hier dit. En dan even deze er weer goed vast bij pakken. Zo. Kijk, ik vond dit wel een leuk setje zo. Ja, met die kappa-schoentjes die ze heeft. Een leuk zomers outfitje. Of voorjaars outfitje. Want aangezien dat de voorjaren ook steeds mooier worden. Nou, en voor de oudste heb ik hier zo'n bloemetjes korte broek. Oh, die is ook weer helemaal opgevouwen. Eigenlijk zou je er eens een keer een strijkbout overheen moeten halen. Maar goed. Kijk, met een leuk bloemetjes dinsen. En dit is Blue Ridge. Ja, Blue Ridge. Geen idee van waar die afkomt hoor. Blue Ridge komt van de Wii. Doe. Focus niet op mij, maar niet op mijn labeltje. Ja, nou, je stuurt hem gewoon misschien wel. Op de Wii. Deze was 2,50. T50. Dus
Ook leuk. En daarbij heeft ze deze t-shirt voor de boven. Die was €2. En die is Sobi. Geen idee waar die vandaan komt. Even kijken op die labeltje. Labeltje. Nee. Deze heeft geen extra label. Maar hebben ze nog een waslabel? Ja, nee. Waar komt die vandaan? Oh, die hebben ze er ooit uitgeknipt en nu zit er een gat in. Kijk, nu zit er een gat in. Dus die moet ik straks heel even dichtnaaien. En dat is het probleem opgelost. Die hebben ze te hard uitgetrokken. Goed, nou, een hele leuke t-shirt. Dus die vond ik wel leuk. Dan doe ik die even over mijn hoofd zo. En dan een korte broek, zo. Tadaa! Ja, is toch wel leuk, of niet dan? Hè? Zo. Zo. Dat heb je als je het zittend laat zien. Dus dat vond ik wel een leuke outfit voor haar. En daarbij passende schoentjes. Want nou stond de andere deel. Want als je in de vorige video zag, zat ik te zoeken naar die andere deel. En die stond er niet. En nou stond het er wel. Deze leuke schoenen. Kijk, want het is gewoon nog of er zo goed als niet op gelopen is. Dus eigenlijk zo goed als geen slijtageplekken. Dus of het is voor gymschoenen gebruikt of... ja, ik weet niet. En die klittenband ziet er ook gewoon nog helemaal schoon en alles uit. Dus ik denk dat het ooit eens 1 of 2 keer aan is gegaan. En volgens mij altijd alleen maar een beetje in de kast heeft gestaan. En... de binnenzool. Kijk, en de binnenzool is ook gewoon helemaal nog perfecto. En er zit alleen nog zo'n klein stickertje. Wat ooit denk ik nog eens... eruit geflimmeld krijgen. Kijk, zo'n dingetje waarop staat de schoen van met leding of weet ik veel wat is. Maar dan gaat dat wel weer plakken. Laat die andere maar zitten, anders plakken de sokken eraan vast. Maar ik vond die hartstikke leuk voor die oudste. Ik hoop dat ze er past. Want ik zag de vorige keer wel een maat staan volgens mij. Maar ik zit nou te kijken, zo van, weet ik niet meer waar ik de maat zag. Oh ja, 34. Nou, Amerika zit tussen de 4 en de 35, dus. En anders laten we ze staan voor blessing voor straks, want dan kunnen ze ook wel aan. Maar ja, nette schoentjes. Leuk bij die outfit. Dus ik ben benieuwd of ze het past. Nou, dat was het dan. Meer was het niet. Goed, nou. Ja, dit was de video niet hoor. Maar anders heb ik wel een hele korte video. Soms ook wel eens leuk hoor, dat weet ik ook wel. Maar ik zou ook niet weten wat ik vandaag nog verder moet gaan doen. Want het is zoveel bijzonders is het niet. En ja, die liggen ook te pitten op de bank. Dus ik weet het nog niet of ik dit hierbij laat, ja of nee. Zal ik het hierbij laten, mop? Ik zie je wel, zelfs daar krijg ik geen antwoord op. Ik heb nog steeds met mijn nagels hoor. Ik weet het niet. Ik zit echt, mijn nagels breken af met leven. En zijn dun. En om de havenklap zit een troep onder mijn nagels. Omdat mijn huid vet en zo. Nou ja. Goed. Nou. Ik denk dat ik het hier voor vandaag even laat. Dan heb ik even een rustmomentje. En dan kan ik weer misschien straks weer wat video maken voor de volgende dag. Al vandaag zat er niet eens en dan geef ik even de aandacht aan de kids. Even nog een laatste matchje doen, denk ik. Ja, misschien wel een laatste matchje, ik weet het niet. Dat zullen we nog wel zien. Goed, nou, ik denk dat ik het allemaal hier lekker bij laat. Ja, want ik heb ook nog zooi op te ruimen van de video van gisteren over de make-up. Dus ik moet de bak ook nog opruimen. En ik denk dat ik even een opruimmomentje hou. Dat is allemaal achter de schermen. Dat hoeven jullie allemaal niet mee te krijgen, joh. Goed, nou, ik wil je bedanken voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat je het ondanks al toch leuk hebt gevonden. Ook al is het misschien een hele zotte. Ik ben blij. Mijn serviesje komt steeds completer. Dat vind ik wel leuk. En voor de kinderen dan nog leuk dat ik wat kleding heb gevonden. En voor hun paaslunch op school. Dat ik nog een wat bij heb gehaald. Want dat vind ik steviger dan dat in de plastic servies van de Action. Dat is helemaal... Goed, nou...
Nogmaals, ik hoop dat je het leuk vond. Doe zeker een duimpje omhoog. Abonneer op mij als je nog meer van wil zien. En ja, ik denk dat ik het hierbij laat voor vandaag. Want vandaag zal er niet zoveel voelenhoentjes meer uitkomen. En dan is vanavond alsnog een eindstukje. En dan babbel ik het heel die ding weer vol. Dus dat schiet ook niet op. Goed, nou, dankjewel voor het kijken. En ik namens mijn man ook. Kijk, hij zwijgt nog. Dus dankjewel voor het kijken. En ik zie jullie morgen weer. Dankjewel, doei!